Voorzitter, ik was het met alle voorgaande sprekers eens, behalve met de heer Jetten. En dat zo'n voorstel eigenlijk van links tot rechts in de Kamer verbindt, is wel bijzonder. Juridisch, na de nadere toelichting, zegt Raad van State, het is juridisch effectief, het kan zo. Het is straks, denk ik, na de stemming aan de Eerste Kamer om te beoordelen of zij zich daar ultiem ook in kunnen vinden. Desalniettemin nog een poging van onze kant om er juridisch nog iets in en rechtsstatelijk iets in te verbeteren. Daarom zullen wij ook de amendementen van mevrouw Eusetok en de heer Bisschop steunen, als ook de motie ingediend door de heer Krol. Het is uiteraard uiteindelijk een politieke keuze. Maar je hoeft niet, dat zei ik in mijn eerste termijn al, je hoeft niet te verliefd te zijn op het raadgevend referendum. Je kunt ook denken, ik wil het eigenlijk verbeteren en ik vind dat het moet worden verbeterd. Maar desalniettemin is het niet goed, zeker als je geen alternatief hebt, het raadgevend referendum al af te schaffen voordat je hem überhaupt hebt geëvalueerd, zoals je dat van tevoren had afgesproken, voordat je de staatscommissie kans hebt gehad ons te adviseren over hoe we onze democratische processen en de betrokkenheid daar van individuele mensen mee kunt verbeteren. En zeker omdat je helemaal geen alternatieven hebt. We kunnen geen correctief referendum verwachten van het kabinet, nog bijvoorbeeld vanuit een initiatief vanuit D66 of anderszins hele vernieuwende democratische nieuwelingen. En soms moet je dan ook vertrouwen en uitbouwen op het oude en niet na één keer afhaken. Voorzitter, en ik heb daarom ook geen vragen meer in tweede termijn en is het nu aan de antwoorden van de minister. Heer Jetten. Voorzitter, dank u wel. Ja, mevrouw Kuiken zegt dat geen initiatief te verwachten van de Kamer, maar daar heb ik net volgens mij wat anders over gezegd. Dus mijn vraag aan mevrouw Kuiken zou zijn, stel dat er iemand in de Kamer zo'n initiatief neemt, doet de Partij van de Arbeid dan mee, aangezien ook uw ledencongres zich eerder tegen een correctief binnen het referendum heeft uitgesproken? Mevrouw Kuiken. Ja, voorzitter, wij zijn het congres uitgegaan met het idee, hou het raadgevend referendum in de lucht en verbeter dat en kijk wat je daarmee kunt doen. Doe een pas op de plaats voor het correctief referendum, dus dat is mijn uitgangspunt nu. Als straks blijkt dat het raadgevend referendum in de prullenbak ligt en we weer een eerstvolgende congres hebben, zullen we zien wat onze leden daarvan vinden. Maar ik verwacht eigenlijk na uw grote woorden, voorzitter, zeg ik via u aan de heer Jetten, dat ik van u in ieder geval een initiatief mag verwachten. En niet het afschaffen van het een en het ander. Voorzitter, in de eerste termijn hadden de heer Krol en ik al een kopje koffie afgesproken. We zullen mevrouw Kuiken tegen de tijd ook uitnodigen. Lijkt me een heel goed idee. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel, voorzitter. Dan ga ik nu naar de heer Koopmans namens de VVD. Hier. Gulden. Daar zit ze. Dat is de minister. De sluipmoordenaar van de democratie. Kajsa Ollongren, de D66-demoniseringsminister, de censuurtsarina. Degene die namens het kabinet Rutte onze vrije samenleving wil ondermijnen. Degene die Forum voor Democratie een bedreiging noemde voor de democratische rechtsstaat. En die zei dat wij strafbare feiten willen plegen. Zij. Ze is zelf de grootste bedreiging voor de democratische rechtsstaat. En het is alsof ze ons ook nog allemaal arrogant in het gezicht uitlacht, terwijl ze de democratische rechten van de Nederlanders om zeep helpt, nu ze daarbij de zorgvuldige Nederlandse wetgevingsprocessen vertrapt, negeert en aan haar hoge laarzen lapt. De heer Boudet, we hebben vorige keer bij de eerste termijn afgesproken dat we de minister als minister aanspreken omdat zij in vak K zit namens de kroon en niet als persoon en ook niet als een D66'er. En ik zou willen dat u dat respecteert. Dus spreek de minister als minister aan en geen persoonlijke kwalificaties. Daar zit ze, de minister. Meneer Baudet. Ik spreek haar toch aan als minister? Daar zit de minister. Gaat u verder. Klinkt bijna poëtisch.
Daar zit de minister die de Nederlandse bevolking buitenspel zet. En waar is Alexander Pechtold vanavond? Waar is Alexander Pechtold terwijl D66 de kroonjuwelen van de eigen partij ten grave draagt? Waar haalt D66 dit soort bedweterige backbenchers vandaan die dit soort klusjes moeten oplossen? Welk penthouse is hem beloofd voor de kastanjes die hij vanavond uit het vuur haalt? Hier in de Kamer, hier in het parlement, behoren 90 van de 150 zetels, een ruime meerderheid, een overweldigende meerderheid, toe aan partijen die in hun verkiezingsprogramma beloofd hebben voorstander te zijn van het referendum. Dit is waar de Nederlandse kiezers dus voor hebben gekozen op 15 maart. Voor die verkiezingsprogramma's waarin dat referendum werd verdedigd. Ook geeft een overweldigende meerderheid van de bevolking in alle opiniepeilingen aan voorstander te zijn van het referendum. En toch weet een coalitie van 76 zetels door een compromis de wil van de bevolking de grond in te trappen. Hier is de representatieve democratie dus niet representatief meer. Partijbelangen gaan boven de wil van de bevolking. Hier functioneert het systeem niet meer. Hier gaat iets fundamenteel mis. En dan de wijze waarop deze intrekkingswet er doorheen wordt gejast. In haar manische haast om de bevolking monddood te maken, gooide de minister alle vormen van zorgvuldigheid overboord en werden de vereisten, zoals gesteld in artikel 26 lid 2 van de Wet op de Raad van State, compleet terzijde geschoven. Bizar. Maar het meest absurde is nog wel dat de minister denkt dat het gebruik maken van terugwerkende kracht in de intrekkingswet een soort tijdmachine is, waarmee je de wet raadgevend referendum al bij de bekrachtiging via een handtekening van de koning buiten werking kunt stellen, nog voordat de intrekkingswet überhaupt in het Staatsblad is gepubliceerd en nog voordat die intrekkingswet dus in werking is getreden. Volgens de minister kan de intrekkingswet met terugwerkende kracht in werking treden op het moment van bekrachtiging door het staatshoofd. Nogmaals, dat is dus voordat de intrekkingswet überhaupt in werking is getreden. En dat kan niet. Een wet kan geen effect hebben als die nog niet in werking is getreden. Wat Ollongren hier doet, is te illustreren met een voorbeeld. Stel, de Kamer neemt een wet aan om de maximumsnelheid van 100 km per uur terug te brengen naar 80 km per uur. Nog voordat deze wet officieel in werking is getreden door publicatie in het Staatsblad, geldt de nieuwe wet al en, oh ja, ook nog maar terugwerkende kracht. Iedereen die sinds 1 januari vorig jaar harder dan 80 km reed, krijgt met terugwerkende kracht ook nog even een snelheidsboete. Voorzitter, het mogen duidelijk zijn dat dit echt niet kan. Dat dit in strijd is met alle beginselen van behoorlijk bestuur, met alle beginselen van rechtszekerheid, met alle democratische en rechtsstatelijke waarborgen. Dit is onacceptabel in een vrije samenleving. Het is onrechtsstatelijk. Het is fundamenteel onverenigbaar met alle principes die wij hier al 200 jaar onderkennen en die de basis vormen van onze rechtsstaat. Minister Ollongren heeft niet alleen politiek, volstrekt abjecte standpunten. Waanideeën over standpunten die wij als Forum voor Democratie zouden willen en andere hele enge ideeën over internetcensuur. Ze is ook een bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Daarom zie ik me genoodzaakt vanavond een motie van wantrouwen in te dienen. Deze minister moet weg. Deze minister kan niet aanblijven. Iemand die de oppositie als minister van Binnenlandse Zaken, in haar hoedanigheid als minister van Binnenlandse Zaken, demoniseert, die censuur wil invoeren op het internet en die nu het referendum de nek om wil draaien, is een gevaar voor Nederland en een gevaar voor de democratie. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat de minister alle vereisten van zorgvuldige wetgeving heeft geschonden bij haar overhaaste pogingen de wet raadgevend referendum in te trekken, zegt het vertrouwen in de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Dan ga ik nu naar mevrouw Arissen als laatste spreker namens de Partij voor de Dieren.
Voorzitter, dank u wel. Ik ben erg verkouden, dus ik zal af en toe een slokje water moeten nemen. Voorzitter, ik dank de Raad van State voor het op zo'n korte termijn sturen van voorlichting met de nadere duiding van hun advies. Daarmee heeft de Raad van State van mij opnieuw bevestigd dat het wel of niet referendabel zijn van deze intrekkingswet een politieke vraag is en geen juridische. En gelukkig wordt dat vanavond, dat verschil tussen de juridische vraag en de politieke vraag, beter uit elkaar gehouden dan tijdens de eerste termijn vorige week. Voorzitter Voorts, dank ik de minister die in haar beantwoording vorige week rustig en duidelijk uiteen heeft gezet waarom het kabinet de keuze heeft gemaakt om de wet raadgevend referendum in te gaan trekken. Een keuze waar D66, en dat heb ik vorige week uitgebreid toegelicht, achter staat. De gebreken aan de huidige wet zijn volgens ons niet met een evaluatie op te lossen en door te sleutelen aan specifieke elementen, zoals opkomstdrempels en de manier waarop je zo'n referendum aanvraagt. Want het gebrek dat een advies nooit een heldere status heeft in het vervolg hier in het parlementaire proces, dat kunnen we enkel en alleen oplossen door uiteindelijk te kiezen voor een bindend correctief referendum. En dat is ook de reden waarom dat voor D66 het einddoel is en blijft. Een bindend correctief referendum als noodrem, als aanvulling op een goed doorlopen parlementair proces. Voorzitter, tot slot. Naar aanleiding van de vraag die de heer Baudet de vorige keer al stelde en de motie die de heer Krols juist al heeft ingediend over de staatscourant heb ik ook nog wel een vraag aan de minister. Want dat was mij niet helemaal duidelijk na de eerste beantwoording in eerste termijn. Klopt het dat het advies en de bijbehorende stukken niet gelijk in de staatscourant zijn geplaatst? En als dat zo is, heeft dat eigenlijk een verschil gemaakt voor het vervolg hier in de Kamer, aangezien ook onder andere de stukken op openbare of officiële bekendmakingen.nl zijn gepubliceerd. En voorzitter, ik stel die vraag omdat ik met de collega's deel dat we dat soort processen gewoon goed met elkaar moeten doorlopen. Dank u wel. De heer Baudet. Ik hoorde de heer Jetten het advies van de Raad van State prijzen en hij zegt, ja, de Raad van State zegt het is een politieke afweging, geen juridische afweging om een referendum wel wet wel of niet in te trekken. Kan de heer Jetten mij toelichten wat de Raad van State in zijn ogen zegt over de terugwerkende kracht van de intrekkingswet? De heer Jetten. Ook op dat punt zegt de Raad van State, voorzitter, dat dat juridisch houdbaar is en dat het ook een keuze is die we hier met elkaar maken. Stel dat wij hier een wet zouden maken vandaag, waarin wij besluiten om de grondwet af te schaffen. En we zeggen, ja, die wet komt met terugwerkende kracht tot stand. Hoeven wij ons dan niet meer aan de procedures te houden die in de grondwet staan genoemd over wijziging of afschaffing van de grondwet? De heer Jetten. Nou, voorzitter, wij hebben voor onze grondwet hele andere procedures over hoe we de grondwet wijzigen dan voor gewone wetten. En dat lijkt me ook zeer verstandig. Nee, dit is onjuist. Dit antwoord is irrelevant voor de vraag. Het hele punt is, je kan weliswaar als wetgever uiteraard een wet maken die terugwerkt vanaf een bepaald tijdstip. Alleen je moet je wel houden aan de procedures die op dat moment gelden voor het maken van wetten. Je kan niet tijdens het spel de regels veranderen. Je kan niet tijdens het maken van een wet de regels die er zijn over het maken van die wet veranderen. Dat is onstaatsrechtelijk. En het advies van de Raad van State zegt daar helemaal niks over. Het advies van de Raad van State zwijgt over dit gigantische probleem van deze intrekkingswet. Dit kan helemaal niet wat u wil. Voorzitter, nogmaals, de vergelijking met de grondwet gaat volledig mank. Want voor de grondwet hebben we afgesproken dat we die wijzigingen altijd doen in tweede lezingen. Eén keer voor verkiezingen en één keer na verkiezingen. Dus die vergelijking van de heer Baudet kan ik niet volgen. Ja, nee, maar dat is precies het probleem. Wij hebben dat inderdaad afgesproken. Dat is de wet nu. Zoals het ook nu de wet is dat elke wet die gemaakt wordt in principe referendabel is. En als we zo'n verzoek indienen, schorsende werking heeft op die nieuwe wet. Wij hebben dus inderdaad ook afgesproken dat we de grondwet alleen maar in twee lezingen kunnen veranderen. Dat zijn allemaal afspraken die kun je niet veranderen in een nieuwe wet. Dat kun je alleen maar veranderen nadat die wet van kracht is geworden. Dus u mist precies het punt. Net als met wijziging van de grondwet moet je je ook bij wijziging van de referendumwet houden aan het nu geldende wetgevingsproces. Je kan dat niet terzijde schuiven. Uw standpunt is fundamenteel onrechtstatelijk. Voorzitter, ik heb de exacte formulering van de Raad van State hier niet bij de hand, maar er wordt wel wat gezegd over gewone wetten en het feit dat de huidige wetgever daarin niet beperkt hoeft te worden door
de eerdere wetgever. Dus de Raad van State heeft daar wel degelijk advies over uitgebracht. Dus de heer Baudet moet misschien de voorlichting van de Raad van State nog een keer lezen. En nogmaals, de vergelijking met de grondwet gaat gewoon niet op, omdat we daar andere spelregels voor elkaar hebben afgesproken. En voorzitter, dat is eigenlijk ook wel de reden waarom wij altijd hebben gekozen voor de invoering van het correctief bindend referendum. Iets wat wel in de grondwet geregeld moet worden, zodat je daarmee die noodrem, hè, die we als referendum willen toevoegen aan ons parlementair stelsel, ook een juiste plek geeft in onze hele democratie. En zoals we zien dat nu ook bij het raadgevend referendum, dat hebben we bij gewone wet geregeld. Dat leidt dus tot die interpretatiediscussies, onduidelijkheid over de impact van die uitspraak van de kiezer. Nogmaals, voorzitter, D66 kiest uiteindelijk voor een correctief binnen het referendum als echte noodrem. De heer Van Raak. Ja, wat ik vooral zie is dat de Raad van State probeert de aardappel voor zich uit te schuiven en de vingers niet wil branden aan het juridisch gegoochel van de regering. En daarom zijn we weer hier. En concludeert ook meneer Jetten, het is een politiek besluit. Een politiek besluit om het af te schaffen en over het afschaffen van het referendum geen referendum mogelijk te maken. En dan vraag ik de heer Jetten, waarom heeft het democratisch geweten van D66, Jan Terlouw, waarom heeft hij ongelijk als hij zegt dat hier een referendum over mogelijk moet zijn? Waarom hebben de jonge democraten, de toekomst van D66, waarom hebben die ongelijk als zij zeggen dat hier een referendum over moet kunnen worden gehouden? En waarom hebben 20 staatsrechtdeskundigen ongelijk, er zitten vast ook veel D66'ers tussen, waarom hebben die allemaal ongelijk als zij zeggen dat het gewoon niet fatsoenlijk is, niet goed is, dat hier geen referendum over mogelijk is? De heer Jetsen. Voorzitter, toch nog eerst even over dat advies van de Raad van State. Want hier werd vorige week een soort mist opgeworpen, alsof dat de Raad van State gedraaid was in haar advisering, alsof de Raad van State zelf politiek aan het bedrijven was met haar advies. Daarom vond deze Kamer dat er aanvullende voorlichting nodig was om daar helderheid over te verschaffen. Dat heeft de Raad van State nu gedaan. Die hebben bevestigd het advies dat ze voor het kerstreces al hebben uitgebracht. Dat wilde ik in mijn eerste deel van mijn inbreng dus even bevestigen. Dat het fijn is dat ik hier vanavond iedereen hoor over, nou, juridisch blijkt het allemaal te kloppen wat het kabinet met deze wet wil. Dat heeft de Raad van State bevestigd. Maar ja, het is een politieke keuze. Dat vind ik winst ten opzichte van de eerste termijn van vorige week. Voorzitter, dan over een aantal leden van mijn partij, van D66. Ja, het mooie vind ik van mijn partij is dat onze leden het hoogste orgaan van de politieke partij zijn. Dat zouden een paar andere collega's misschien eens moeten proberen. En die leden die hebben ons partijprogramma vastgesteld en die leden hebben in het najaar met een motie mijn Kamerfractie een opdracht gegeven. En die opdracht is kraakhelder. Die is: versterk onze democratie, zorg voor meer directe invloed op de macht, bij voorkeur met meer direct gekozen bestuurders, en voeg daaraan toe als noodrem een correctief en bindend referendum. Voorzitter, dat ligt vanavond niet voor. Vanavond spreken we over de intrekkingswet van het raadgevend referendum. En daarvan heeft mijn fractie geconstateerd dat dat helaas niet voldoende bijdraagt aan de versterking van de democratie. De heer Van Raak. Nee, mijn vraag was, waar heeft Jan Terlouw het fout? Waar hebben de jongeren van D66 het fout? Waar hebben al die D66 staatsrechtgeleerden het fout als ze zeggen dat over dit intrekken van dit referendum toch een referendum mogelijk moet zijn? Waar hebben ze de fout? Wat hebben ze fout gedaan? Waarom heeft de heer Jetten gelijk en hebben al die anderen ongelijk? Voorzitter, het gaat hier helemaal niet om goed of fout. Het gaat erom dat mensen verschillend naar dit vraagstuk kunnen kijken. Dat is ook alleen maar goed. Dan hebben wij in de partij een goed debat over. Net zoals we daar hier in de Kamer een goed debat over hebben. Maar ik zeg nogmaals, onze leden hebben na dat goede interne debat in de partij, zowel bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma als later, afgelopen najaar op ons partijcongres, nogmaals bevestigd dat D66 voorstander is van een correctief en bindend referendum en niet langer van het raadgevende variant zoals die nu voor ligt. De heer Van Raak. Precies, je kunt er verschillend naar kijken. Je kunt er naar kijken als een democraat en je kunt er naar kijken als een antidemocraat. Je kunt er naar kijken als een volksvertegenwoordiger die het volk het laatste woord wil geven, of je kunt er naar kijken als een elitaire politicus die andere belangen dient. En dat is de keuze die hier vandaag gemaakt moet worden. En daar wens ik D66 heel veel sterkte mee. De heer Bosma. Voorzitter, heel goed dat ze bij D66 luisteren naar de leden van de partij. Dat doen wij als PVV'ers ook, dus dat snap ik wel. Dat is de perfecte democratie, denk ik, hè? Luisteren naar één lid. Nou, we hebben er twee, hè? Oh. Je bent weer slecht geïnformeerd. Voorzitter, nu we het toch over Jan Terlouw hebben, het is niet zo lang geleden dat de heer Jetten kinderboeken las.
De heer Terlouw die zegt, een van de eerste beginselen van D66, ik citeer, is de fundamentele democratisering van Nederland en een van de middelen is het referendum. Dus die man die weet waartoe D66 is opgericht. Ik zeg dat even omdat afgelopen donderdag de heer Jetten dat allemaal een beetje probeerde te verdonkeren manen, ook in de richting van de heer Van Mierlo. De heer Terlouw zegt, opgericht democratisering, onder andere referendum. Hoe staat de heer Jetten er tegenover dat zo'n oude rot, als ik hem zo oneerbiedig mag uitdrukken, de heer Terlouw, dit zegt over zijn eigen partij en dat de heer Jetten hier staat om daar waar de heer Terlouw zich zo sterk voor maakt, om dat kapot te maken? De heer Jetten. Ja, voorzitter, ik vind het allereerst een beetje sneu dat grapjes over mijn leeftijd nodig zijn om in dit debat goed met elkaar van argumenten te wisselen over een belangrijk onderwerp, namelijk hoe we onze democratie versterken. Voorzitter, ik heb bij het debat over het correctief referendum in september, ik heb bij de eerste termijn van dit debat vorige week aan de heer Bosma uitgelegd waarom hij het steeds mis heeft als hij de heer Van Mierlo misbruikt voor zijn argumentatie, want de heer Van Mierlo is altijd heel erg helder geweest, namelijk ik ben voorstander van een correctief en bindend referendum. Toen heb ik hem uitgelegd waarom dat nog steeds de lijn is van onze partij. Inmiddels heeft een andere zeer gewaardeerde oud-partijleider zich daar ook over uitgelaten, de heer Terlouw. Ja, nogmaals, dat zei ik net ook in antwoord op de heer Van Raak, dat is een mening die ik zeer respecteer. Maar wij hebben in de partij met alle leden, de heer Terlouw, maar ook 28.000 andere leden, een goed debat gehad over hoe wij de democratie in Nederland willen versterken. En nogmaals, dat willen wij doen door meer directe invloed op de macht, meer direct gekozen bestuurders en met een correctief en bindend referendum en niet langer met een raadgevend referendum. De heer Bosma. Ja, dat de D66 voorstander zou zijn van een bindend referendum vind ik raar, want er was een mooi voorstel dat moest geadopteerd worden door de heer Van Raak, want D66 wilde daar niks mee te maken hebben en stemde uiteindelijk tegen. Dus het is een beetje vreemd dat D66 dat nu als escape gebruikt. Maar in ieder geval, nog even terug naar de heer Terlouw. Terlouw zegt op deze manier, hè, dus dat afschaffen van het referendum, verzwakt de democratie. Het is een punt wat bijna alle mensen tot nu hebben ingebracht. Die mensen die zeggen, er was een stukje democratische vernieuwing, er was democratisering en dat wordt gewoon afgeschaft. Is dat een argument dat hout snijdt volgens de heer Jetten en dat de heer Jetten zegt van ja, die Terlouw heeft een punt, de democratie is op deze manier aan het verzwakken. Nou, voorzitter, in september heeft het voorstel voor een correctief bindend referendum het helaas niet gehaald, omdat we het als Kamer niet eens konden worden over de spelregels van zo'n correctief bindend referendum. Ook omdat fracties als de Partij van de Arbeid en GroenLinks niet langer voor zo'n correctief bindende variant zijn. Ik heb vorige week in de eerste termijn gehoord dat er blijkbaar weer veel steun is voor een vorm van een referendum. Dat geeft mij moed, geeft mij hoop. Want wij zijn een partij met een lange adem. Wij blijven werken aan versterking van de democratie. Ik ga graag met iedereen die daartoe bereid is het gesprek aan over hoe we tot een goede wet voor een correctief binnen het referendum kunnen komen. En wie weet dat we dat dan bij de zoveelste poging wel voor elkaar krijgen met elkaar. Voorzitter, dan over referendabiliteit van het raadgevend referendum. Ja, daarover heb ik ook in eerste termijn gezegd dat een... Ik heb daar wat problemen geschetst over de huidige raadgevende variant, waarbij ik zeg dat er onduidelijkheid is over welke vraag precies voor ligt, onduidelijkheid over de uitslag, onduidelijkheid over de interpretatie van de uitslag, over de manier waarop regering en Kamer daarmee om kunnen gaan. En dat dat leidt tot teleurstelling en mogelijk ook de kloof tussen politiek en burger alleen maar vergroot als ze bij raadgevende referenda telkens niet kunnen uitleggen waarom dat raadgevend referendum tot bepaalde politieke keuzes leidt. Daar heb ik ook van gezegd, als we dat dan constateren als problemen met de huidige raadgevende variant, ja, als we daar dan een raadgevend referendum over gaan houden, waarbij we vervolgens als Tweede en Eerste Kamer weer diezelfde interpretatiediscussies krijgen, weer mogelijke teleurstellingen voor elkaar krijgen, dan zorgen we er alleen maar voor dat de steun voor het referendum verder afbrokkelt. En dan zeg ik, laten we nu een pas op de plaats maken, laten we leren van de ervaringen die er nu zijn geweest, laten we zoals de heer Krol terecht oproept goed luisteren naar de staatscommissie parlementair stelsel en met al die input dan straks kijken of dat we in deze Kamer kunnen komen tot een correctief bindend referendum met de juiste spelregels. De heer Koesel. Ja, voorzitter, heel erg interessant. Dus 50 jaar lang de tijd nodig hebben om een stap te maken in de richting van een referendum. Daarvoor zou je eigenlijk complimenten moeten geven om het vervolgens af te schaffen. Ik denk dat heel weinig mensen in Nederland dat nog volgen. De vraag blijft echter wel waarom D66 ervoor kiest om de intrekkingswet niet referendabel te maken, met terugwerkende kracht artikel 6 in te laten gaan. En wij hebben een beetje gespeurd, wanneer is dat in het verleden toegepast? De terugwerkende kracht, dat is toegepast op het moment dat er sprake is van omvangrijk misbruik. Dat is gebeurd op het moment dat er sprake was van een plotseling acuut probleem dat een snelle voorziening vereist. Mag ik de heer Jetten van D66 vragen,
waar zich het omvangrijke misbruik plaatsvindt en waar sprake is van een plotseling acuut probleem. De heer Jetten. Ja, voorzitter, ga ik eigenlijk hetzelfde antwoord geven als de heer Bosma. Ik denk dat dat, we hebben vorige week in het debat wat vergelijkingen gehad, bijvoorbeeld met de wet die we recentelijk hadden over Sint-Eustatius. Nou, ik kan me voorstellen dat daar andere argumentatie onder lag dan bij deze wet. Maar nogmaals, voor ons is de belangrijkste overweging om niet voor referendabiliteit van deze intrekkingswet te pleiten, is, wat ik net zei in antwoord op de heer Bosma, de onduidelijkheid die er bestaat, de interpretatieverschillen, de discussies daarover, die we sowieso hebben bij raadgevende adviserende referenda. En dan een raadgevend advies over de intrekkingswet daarvan, ja, dat vind ik een referendum dat ik niet kan uitleggen. Maar voorzitter, dus D66 zegt hier nu eigenlijk dat er sprake is van een omvangrijk probleem als mensen zich via een raadgevend referendum uitspreken over het afschaffen van een referendum. Dat is toch eigenlijk heel bizar wanneer we kijken naar de grondbeginselen van D66 over dat er meer inspraak zou moeten zijn van burgers, van mensen in het land. Dan blijft natuurlijk de vraag, is het probleem zo omvangrijk voor D66 dat ze zelfs een stap in de goede richting, namelijk een raadgevend referendum, ook daarmee willen afschaffen? Voorzitter, ik laat de duiding of de waardering die de heer Koeser daar aangeeft ook even bij... Ik wil graag uw waardering. Nou ja, ik laat de waardering even bij u. Ik heb nu antwoord gegeven op de heer Bosma en antwoord gegeven op u op eigenlijk dezelfde vraag. Dat is mijn antwoord en welke waardering u daaraan geeft, dat laat ik echt aan u. Maar ik vind het fijn dat u nogmaals wijst op de grondbeginselen van mijn partij, waarom we ooit zijn opgericht. Dat was om de directe democratie te versterken, en meer directe invloed op de macht voor elkaar te krijgen. Met op de eerste plaats gekozen bestuurders, een stem op de macht en een stem op de tegenmacht. En later is daarbij gekomen als aanvulling op een sterke parlementaire democratie het referendum. En ja, dat heb ik ook vorige week gezegd, in de loop der jaren hebben wij gezocht naar de juiste vorm van zo'n referendum. Maar wij zijn met onze leden wederom tot de conclusie gekomen dat de juiste vorm is een correctief en bindend referendum en niet de raadgevende adviserende variant. De heer Kozoek. Voorzitter, afsluitend, dit is dan 50 jaar lang. Heeft D66 tijd nodig gehad om een stap te zetten in de goede richting? En nu wordt gewoon het kind met het badwater weggegooid. Dat is mijn conclusie. Mevrouw Kuiken. Voorzitter, de D66 houdt van ledendemocratie. Volgens mij hebben de leden van D66 ook opgeroepen om niet vooraan te lopen als het ging om het afschaffen van het raadgevend referendum. En dat doet de heer Jetten hier toch. Als een stofzuigerverkoper het land doorgaan. En dat doet hij heel knap. Maar mijn vraag is waarom? En waarom nou niet de evaluatie afgewacht? Of waarom nou niet de staatscommissie afgewacht? Juist omdat u dat ook zulke belangrijke elementen vindt in een goed democratisch proces. De heer Jetten. Ja, voorzitter, al ten eerste het land ingaan tijdens een referendum is iets wat D66 elke keer met veel fanatieke inzet van Kamerleden en vrijwilligers doet. Dat hebben wij bij de Partij van de Arbeid helaas niet gezien toen we de eerste keer een referendum organiseerden. Dan het voorop lopen, ja, dat is inderdaad een zinsnede uit ons verkiezingsprogramma. Ja, ik kan ook heel eerlijk zijn richting mevrouw Kuiken, mevrouw de voorzitter. Wij hebben natuurlijk niet voorop gelopen daarin, niet in de campagne bij de Tweede Kamerverkiezingen, ook niet aan de formatietafel. Het mogen duidelijk zijn dat het voor andere fracties in deze coalitie belangrijker was dan voor ons. Ik heb vorige week ook gezegd dat is een afspraak in het regeerakkoord waar wij uiteindelijk ook onze handtekening onder hebben gezet en dus ook achter staan. En ik heb denk ik voldoende argumenten nu gegeven waarom wij vinden dat een correctief bindend referendum uiteindelijk ook beter is dan een raadgevende variant. Nou ja, voorzitter, nu hoor ik eindelijk een beetje een snippertje van het volgens mij echte eerlijke verhaal. Namelijk dat u min of meer ook gedwongen werd door uw coalitiepartners. Dus ik snap nog steeds niet waarom u als groot vooroploper van zo'n raadgevend referendum, een referenda in het algemeen, nu zo hier hardop, nog harder dan uw minister doet, loopt te verdedigen dat het wordt afgeschaft. En sterker nog, dat u andere partijen nodig heeft, onder andere mijn eigen partij, om iets recht te poetsen wat niet recht is, Macron. Ik snap de vraag niet helemaal, voorzitter, sorry. Voorzitter, waarom loopt u voorop, terwijl uw leden dat niet hebben gevraagd, in het recht praten van het afschaffen van het raadgevend referendum? En gewoon een normaal antwoord, zonder mij daarmee lastig te vallen of mijn partij of andere partijen, gewoon vanuit uw eigen standpunt graag. Ja, voorzitter, ik ervaar het niet alsof ik hier voorop loop om dat te doen. Ik sta hier wel, omdat ik vind dat als je als partij, als fractie, je committeert en zo'n regeerakkoord en ook een intrekkingswet van de regering steunt, dat je ook hier als woordvoerder van je fractie gewoon de tijd moet nemen
om dat toe te lichten en vragen van de Kamer te beantwoorden. Als u dat duidt als vooroplopen, ja, dan vind ik dat spijtig. Ik probeer hier vooral ook inhoudelijk aan te geven waarom wij als fractie tot de conclusie zijn gekomen dat we weer terug moeten naar ons oorspronkelijke doel, namelijk een correctief bindend referendum. En dat we de huidige raadgevende, adviserende variant gewoon onvoldoende recht vinden doen aan de wens die we hebben, namelijk meer directe invloed op de macht. Tot slot. Voorzitter, ik concludeer dat de heer Jette lang voor de spiegel heeft geoefend om een ronde redenatie voor geen zichzelf. Geen persoonlijke kwalificaties. Ik zeg alleen maar voor uw voorzitter dat ik denk dat de heer Jette lang voor de spiegel heeft geoefend. Ja. Dat hij op die manier ervoor heeft gezorgd dat hij een voor hemzelf een ronde redenatie heeft. Maar daarmee constateer ik ook dat hij juist voorop loopt op iets wat D66 altijd heel belangrijk heeft gevonden. Zonder dat we een evaluatie hebben, zonder dat de staatscommissie er is. En volgens mij is dat heel erg zonde. Dat was geen vraag. Ik wil eigenlijk kijken hoe ver u bent. Ik geef u zo het woord. Voorzitter, ik denk dat ik alles inmiddels wel heb gezegd in de beantwoording ook. Ja. Meneer Baudet. Stel dat wij erin slagen om een referendum af te dwingen over deze intrekkingswet. Hè. We gaan straks handtekeningen verzamelen namelijk. En de kiesraad geeft ons gelijk. En er komt een referendum. En er is een opkomst van 80%. En het overweldigende deel van de kiezers stemt tegen deze intrekkingswet en geeft dan dus aan in zo'n referendum het referendum te willen behouden. Verandert D66 dan van standpunt? De heer Jette. Voorzitter, een mooie als dan redenering van de heer Baudet. Wij hebben bij alle referenda die werden aangevraagd, en er zijn er nu twee uiteindelijk die er ook komen, namelijk eerst Oekraïne en nu het referendum over de wet op de inlichtingendiensten. Daarvan zegt mijn fractie altijd, zoals dat ook in de wet staat, als de kiezer zich in een referendum uitspreekt, dan is het aan de Kamer om die wet te heroverwegen. Dus mocht er ooit een referendum komen over deze intrekkingswet, dan zullen wij dan ook diezelfde houding hebben. Dan wachten we gewoon dat referendum af en dan zullen wij, zoals die wet aan de Kamer vraagt, dan die wet heroverwegen. Maar voorzitter, ik zeg er wel bij dat ze dan wel in het als-dan scenario van de heer Baudet, want volgens mij hebben we goed juridisch advies gekregen van de Raad van State waarom dat scenario zich waarschijnlijk niet zal voordoen. De heer Baudet, dat hoeft niet. Dan ga ik naar de heer Van Raak. Ja, want we komen toch wel verder. Want de heer Jette komt hier namens D66 met allerlei argumenten waarom het referendum moet worden afgeschaft zonder dat mensen daar iets over mogen zeggen. Maar hij gelooft er zelf natuurlijk ook niet in. Hij geeft nu eerlijk toe, het moest. Het moest van die anderen. Het moest van de VVD, het moest van het CDA, het moest van de ChristenUnie, het moest van hun. Nou, dat snap ik beter, dat standpunt. Maar dan vraag ik wel, wat heeft D66 dan teruggekregen? Hè? D66 heeft een groot offer gebracht. Ziel en zaligheid. Dus wat heeft D66 voor dit offer teruggekregen? Ja, voorzitter, ik heb volgens mij exact deze vraag vorige week ook beantwoord. Mijn antwoord is nog steeds, bij coalitieonderhandelingen is er geen sprake van een ordinaire uitruil tussen puntje A en puntje B. Dus deze vraag van de heer Van Raak kan ik gewoon simpelweg niet beantwoorden. En deze vraag is inderdaad vorige keer uitgebreid aan de orde geweest. Maar ik probeer er toch achter te komen. Hè? Mark Rutte, Buma en Segers, die vragen dan aan Alexander Pechtold van ja, kun je je kroonjuwelen inleveren? Kun je democratische ziel inleveren? En dan zegt Alexander Pechtold, ja, dat is prima, dat doen we. Maar dan zegt Alexander Pechtold niet van, maar dan wil ik wel dit, of dat, of zus, of zo. Daar moet toch iets voor, je moet daar toch iets voor terugkrijgen? Ja, voorzitter, dan tot slot denk ik. Ik nodig de heer Van Raak van harte uit om met zijn SP-fractie de volgende keer gewoon lekker mee te doen bij de onderhandelingen. Dan ontdekt hij ook hoe dat gaat. Wij zijn uiteindelijk als fractie beoordeel je een totaalpakket, een compleet regeerakkoord. En dan weeg je af, is dit een regeerakkoord dat voldoende recht doet aan ons verkiezingsprogramma. En nogmaals tot slot, voorzitter, specifiek op het punt van het referendum. Wij stonden natuurlijk niet vooraan om dat onderwerp op de agenda van die formatiebesprekingen te zetten. Maar toen het er eenmaal op stond, zijn wij gewoon op een goede inhoudelijke manier met elkaar het gesprek aangegaan over hoe functioneert nou dat raadgevend referendum? Doet het dan ook wat we wilden beogen met dat referendum, namelijk meer invloed op de macht? En wij zijn, en dat heb ik denk ik nu op twee avonden uitgebreid beargumenteerd, tot de conclusie gekomen dat voor D66 het correctief bindend referendum de juiste noodrem is op de parlementaire democratie en niet de raadgevende adviserende vakgraad. Dan wil ik eigenlijk voorstellen dat u verder gaat. Nou, dan was ik daarmee ook aan het einde van mijn bijdrage, mevrouw. Dank u wel, meneer Jetten. Dan ga ik nu naar de heer Bisschop namens de SGP-fractie. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de minister.
Ja, dank u wel, voorzitter. En misschien is het ook goed van mijn kant dat ik even begin met te verwijzen naar de brief die ik u heb gestuurd, de voorzitter. Of u deed dat zelf ook, mevrouw de voorzitter. Over de vraag die de heer Van Raak had gesteld, hoe het kon dat journalisten eerder op de hoogte bleken te zijn van de brief die ik u had gestuurd over de voorlichting van de Raad van State. Zoals ik in mijn brief heb aangegeven, had dat natuurlijk niet mogen gebeuren. Ook al ging het over 13 minuten, de Kamer hoort altijd als eerste te worden geïnformeerd. En op de vraag van mevrouw Özgürtürk, wat ik daar aan denk te doen, is het antwoord dat we natuurlijk op het ministerie moeten zorgen dat onze interne procedures op dat punt scherp zijn, zodat de Kamer altijd als eerste de informatie krijgt. Voorzitter. De heer Van Raak, op dit punt. Ja, want ik vraag me af, wat krijgt de pers dan? Wat krijgen journalisten? Zit daar nog een pakketje van de spindokters bij, zodat de journalisten weten wat ze moeten opschrijven? En ik wil ook graag weten, wie besluit dat nou? Wie besluit er nou op het ministerie? Welke meneer of mevrouw achter welk bureau zegt nou, weet je wat, we gaan de pers inlichten. De Kamer die volgt daarna wel een keer. Nee, zoals ik al betoogd heb, de Kamer, om de interne procedures zien erop toe dat de Kamer als eerste wordt geïnformeerd. Dat, en we zullen nu zorgen dat er een aanscherping is, zodat dat ook altijd gebeurt. Er zijn natuurlijk verschillende mensen die op zo'n ministerie werken. Dus de een heeft de verantwoordelijkheid voor het verzenden naar het parlement en de ander de verantwoordelijkheid ook voor het informeren van de media. Maar de heer Van Raak suggereert natuurlijk niet dat hij de media zou onderschatten. Die zijn natuurlijk zelfstandig in staat om hun oordeel te vormen. Daar hebben ze geen spindokters voor nodig. Die heb ik overigens ook niet. Voorzitter, dat gezegd hebbende wil ik graag overgaan tot het onderwerp van vanavond, de tweede termijn over de intrekkingswet over het raadgevend referendum. En ik denk dat we vorige week in eerste termijn eigenlijk al heel veel daarover hebben gewisseld. En ik ben ook overtuigd dat ik sommige mensen in deze Kamer niet zal kunnen overtuigen. Dus hoewel de heer Van Raak heel graag nog één keer van mij de hele redenering wil horen, ben ik ervan overtuigd dat wat ik ook zeg, hij dat toch een cirkelredenering zal noemen. Desalniettemin, hij heeft het gevraagd, ben ik natuurlijk graag bereid om de redenering te herhalen. Het kabinet is van oordeel dat het raadgevend referendum zich niet goed leent voor datgene waarvoor de voorstanders van een referendum denken dat die gebruikt kan worden. Namelijk een onderwerp na aanvaarding door beide kamers voorleggen aan de kiezers, die de vraag slechts met een ja of een nee kunnen beantwoorden. En vervolgens daarbij de indruk hebben dat de uitslag van dat referendum door het kabinet moet worden overgenomen. Dat is niet het geval. Ik verwijt het de kiezers niet dat dat niet helder is. Dat kunnen we hooguit onszelf verwijten als politici. Als de regering de heroverweging doet en de Kamer zich daarover buigt, gaat dat gepaard met interpretaties. Dan is het niet meer een helder ja of een helder nee. En ook dat kan niet vanzelfsprekend rekenen op het begrip van de kiezers. Dat zijn twee fundamentele problemen die ontstaan door het feit dat het gaat over een raadgevend referendum. We hebben de vorige keer ook over gewisseld dat er ook onderdelen zijn van het referendum die je misschien zou kunnen aanpassen. Maar het feit dat het een raadgevend referendum is, brengt dit met zich mee. Vandaar dat het voorstel van het kabinet is om deze wet in te trekken. De heer Van Raak. Ja, de minister zegt dat ze de raad van de bevolking niet wil opvolgen omdat ze het er niet mee eens is. Als je de raad van de bevolking wel serieus neemt, wel zo goed mogelijk probeert op te volgen, dan is er natuurlijk geen enkel probleem. Dan is er geen enkel probleem om dit kroonjuweel af te schaffen. De minister. Nou, de heer Van Raak gebruikt zelf ook al de term zo goed mogelijk. Daarmee geeft hij eigenlijk aan wat ik zo net ook betoog, namelijk dat het niet een helder ja dan wel nee hoeft te zijn van de kiezer, maar dat daar een interpretatie aan moet worden gegeven. In het geval, zoals in de wet staat, bij nee, als er een heroverweging zou moeten plaats hebben. Nou, die interpretatie, ja, daar is niet om gevraagd.
Hè, die interpretatie is het gevolg van het feit dat het niet een correctief referendum is, maar een raadgevend referendum. Waarna de heroverweging, hè, die dus iets anders is dan gewoon het overnemen van de uitslag, leidt tot afwegingen, tot interpretaties, tot politiek. En dat in zichzelf, is de constatering, kan leiden tot vervreemding bij de kiezer, tot misverstanden bij de mensen die je vraagt om te gaan stemmen bij het raadgevend referendum. De heer Van Raak. Nou hebben we een referendum over de wet op de inlichting en veiligheidsdienst. De initiatiefnemers, waar dus honderdduizenden mensen een handtekening voor hebben gezet, is de sleepnetfunctie. Een aantal artikelen in die wet. Als straks de mensen zeggen, prima wet, dan gaan we door. Kan de regering door? Als de mensen zeggen, nee, specifiek die functies, daar zijn we tegen. Dan kan er toch in deze Kamer overleg worden gepleegd hoe we een wet kunnen aanpassen. En dan heeft het referendum toch prachtig gefunctioneerd. Ik begrijp heel goed dat de heer Van Raak dat zo ziet. We zullen eerst eens even afwachten, althans we gaan natuurlijk niet afwachten, maar eerst ons inzetten om te zorgen dat mensen gaan stemmen bij het referendum. Wat mij betreft ook gaan stemmen voor de WIF op 21 maart. Want dat is conform de huidige wet ook afgesproken, dat referendum wordt gewoon gehouden. Maar ik ga mij niet wagen aan interpretaties van een uitslag. Ik ga me voorlopig inzetten om een zo goed mogelijk uitleg te geven aan de WIF waarom die belangrijk is. En ik hoop dat mensen op 21 maart inderdaad voor die wet gaan stemmen in het referendum. Tot nee, maar het kan dus wel. Het kan dus wel. En hier staat de minister een paar weken voor het referendum te verdedigen dat het referendum wordt afgeschaft. We concluderen dat het heus wel kan, als de regering maar wil. En als partijen maar bereid zijn om te luisteren. En ik vraag me dan ook af, waarom nu? Waarom niet even wachten? Er staat ook gewoon een in de wet een evaluatietermijn. We hebben één referendum gehad. Dat is de minister blijkbaar niet bevallen. In ieder geval de minister-president niet. Waarom niet even wachten en zeggen van, nou, laten we dit nou eens aanhouden. Laten we eens aankijken. We hebben nou één proef gehad. Laten we dat nou twee keer doen. Misschien drie keer doen. En laten we dan een gewogen oordeel vellen om te kijken of het werkt of niet werkt. De minister. Nou, ik meen toch echt dat het ook de heer Van Raak was die mij tijdens de begrotingsbehandeling van BZK bevroeg over waar het nou bleef. Het voorstel om het raadgevend referendum in te trekken, want het stond immers in het regeerakkoord en de Kamer wil natuurlijk zo snel mogelijk kunnen oordelen over het voorstel. Nou, het voorstel ligt in uw Kamer. Het kabinet is sinds, wat was het, de laatste week van oktober begonnen. Ergens de laatste week voor het kerstreces. Maar het was toch niet de heer Van Raak. Nou, dan neem ik dat terug. Iemand heeft mij in ieder geval die vraag gesteld hier in de Kamer. Dit is dus niet overhaast, maar het is wel duidelijk. Hè? Dus als je dat voornemen hebt, dat staat in het regeerakkoord, dan denk ik dat het goed is om daar meteen duidelijkheid over te verschaffen. Vandaar dat het voorstel hier nu ligt. Het is aan u om daar straks een oordeel over te vellen. De heer Bosma. Voorzitter, als het probleem van het raadgevend referendum is dat het raadgevend is, dan kun je allerlei dingen doen. Je kunt het opwaarderen door er een echt bindend referendum van te maken. Of je kunt ook gewoon zeggen als Kamer, we nemen het gewoon sowieso over. Dat is de minst koninklijke weg, maar het had ook gekund. Waarom als je iets hebt wat werkt, want 4 miljoen mensen gingen stemmen en heel veel mensen zien de opiniepeilingen zijn er blij mee. Waarom zou je niet iets dat er is houden en het verbeteren in plaats van het helemaal weg te gooien. Ik snap die logica niet, die inherente logica. De minister. Nou, ik heb ook in de eerste termijn betoogd dat op onderdelen je deze wet, de wet op het raadgevend referendum, zou kunnen aanpassen. Zo is er bijvoorbeeld een opkomstdrempel ingeamendeerd tijdens de parlementaire behandeling. Die maakt er onderdeel van uit. Die kan je verhogen, verlagen of eruit halen. Dus op onderdelen zou je wel kunnen sleutelen. Maar het punt is dat het een raadgevend referendum betreft. En dan kom ik meteen ook op het eerste punt van de heer Bosma. Want de heer Bosma die betoogt, ja, het is weliswaar een raadgevend referendum, maar als we hier nou gewoon met elkaar doen alsof het correctief is, dan kan dat toch ook. Nou, dat vind ik dus niet. Het is een raadgevend referendum. Zo is de wet aangenomen, niet als correctief referendum. En diegene die kiezers voorhoudt dat het raadgevend referendum eigenlijk bindend is, die houdt hen iets voor wat gewoon niet klopt. De heer Bosma. Nou, dat is absoluut het geval. Dat is ook de minst koninklijke weg. Dus de koninklijke weg is gewoon via een wetswijziging dat bindend referendum wat je hebt
om dat op te waarderen. En de fouten, de weeffouten die erin zitten, wellicht opkomstdrempel of wat dan ook, om dat te verbeteren. Maar leg mij dan toch eens die logica uit, iets wat er is, waar mensen tevreden mee zijn. Zie de opiniepeilingen, zie het feit dat 90 zetels hier in de Tweede Kamer qua verkiezingsprogramma voor het referendum was. Waarom iets dat er is en dat voldoet bij heel veel mensen, weggooien, vernietigen. Waarom dat niet gewoon behouden en verbeteren? Dat is de echte koninklijke weg. De minister. Op het eerste punt roep ik toch in herinnering dat het correctief bindend referendum als einddoel in ieder geval voorlopig uit zicht is geraakt, omdat het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel hier, geadopteerd door de heer Van Raak, het niet heeft gehaald. Daarmee is het politiek draagvlak ontvallen aan dat voorstel. Dan is er inderdaad het raadgevend referendum. Dat is een imperfect instrument. De heer Bosma betoogt dat iedereen er tevreden mee is. Nou, dat is dus niet het geval. En dan kun je zeggen, we gaan het proberen beter te maken. Ik betoog dat dat lastig is vanwege het raadgevend karakter. Dat zou je alleen maar kunnen verbeteren door het correctief te maken. Daarvoor is geen draagvlak in deze Kamer. Dus, met andere woorden, als het instrument niet goed werkt, dan vind ik het ook getuige van een gezonde democratie. Als je ook durft te zeggen, als het niet goed werkt, dan trekken we het in. En uiteraard gaan we met elkaar altijd verder werken aan het verstevigen en verbeteren van onze democratie. De heer Baudet. Ja, voorzitter, waar zit ik nou naar te luisteren? De minister zit zo te draaien en te konkelen dat ze op Mark Rutte begint te lijken. Ik hoor haar hier zeggen dat wij niet moeten treden in interpretatie van de stem van de kiezer. Dat is het probleem van het referendum. Je zou niet weten waarom mensen iets gestemd hebben. We mogen dat niet interpreteren, dus moeten we dat referendum afschaffen. Maar als iemand hier de stem van de kiezer aan het interpreteren is, en nog op een foute manier ook, dan is het mevrouw Ollongren die de stem van de kiezer op 15 maart, de stem van de kiezer bij de algemene parlementsverkiezingen, hier interpreteert en een draai geeft en iets door wil drukken wat het overgrote deel van de kiezers aantoonbaar niet willen. Hoezo niet willen interpreteren van de stem van de kiezer? De minister. Op één punt ben ik het met de heer Baudet eens. En dat is dat de stem van de kiezer in zekere zin ook wordt geïnterpreteerd bijvoorbeeld bij kabinetsformaties. Maar het verschil bij het raadgevend referendum, dat is precies waar we het al langer over hebben, ook vorige week over hebben gehad, is dat kiezers naar de stembus gaan met een vraag waar een simpel ja of nee op moet worden gegeven. En ik denk terecht de verwachting hebben dat met de uitkomst daarvan, van dat referendum, dat de uitkomst daarvan ook het gevolg heeft van hun ja dan wel nee. In het geval van ja is dat ook het geval, maar in het geval van een nee is dat niet zo. En dat is inherent aan het instrument zoals het hier destijds is aangenomen. Een raadgevend referendum. We hebben één voorbeeld van gehad. Ik weet dat de heer Baudet over dat onderwerp heel begeisterd kan spreken, het Oekraïne-referendum en het associatieverdrag. Feit is wel dat het onderzoek dat nadien is gedaan heeft aangetoond dat slechts een kleine minderheid van de kiezers het eigenlijk een geschikt onderwerp vond voor een referendum. En tegelijkertijd een grote meerderheid van degenen die al dan niet hadden gestemd, wel vonden dat de uitslag moest worden gevolgd. Dat is dus twee keer een teleurstelling aan de kant van de kiezer. Twee keer een verwachting die niet wordt waargemaakt door de politiek. De heer Baudet. Ja, en dat is de politiek trouwens ook zeer aan te rekenen. Het is een grof schandaal dat Mark Rutte dat afgrijselijk associatieverdrag alsnog de door heeft gedrukt. Maar u gaat niet in op mijn punt. U zegt, ja, de kiezer moet ja of nee zeggen bij een referendum. De kiezer moet ook ja of nee zeggen bij een algemene verkiezing. Dan moet hij namelijk ja zeggen tegen één bepaalde partij en nee zeggen tegen alle andere partijen. Dus het hele argument, het is een binaire keuze, het is een specifieke keuze en die moet je interpreteren, gaat gewoon niet op. Wij interpreteren altijd de stem van de kiezer, of het nou gaat om een referendum of het gaat om een algemene verkiezing. Voorzitter, dan vervolg ik mijn beantwoording, als u dat goed vindt. Er waren twee leden, of een aantal leden geloof ik, die een vraag hebben gesteld over de openbaarmaking van stukken. En dat is natuurlijk belangrijk, dat de stukken voor de Kamer meteen ter beschikking zijn gesteld. Dus het wetsvoorstel en de achterliggende stukken. En alle stukken, ook bij dit wetsvoorstel, zijn actief openbaar geworden. Alle stukken zijn naar de Kamer gestuurd. Alle stukken zijn terugvindbaar ook op de website van de Raad van State. Ze zijn ter inzage gelegd, dus op allerlei manieren
Is er overigens, net zoals dat altijd gebruikelijk is bij wetsvoorstellen, is er gezorgd voor die openbaarwording. En ik wil er straks nog iets meer over zeggen, omdat er ook een motie over is ingediend. De heer Baudet specifiek over de terugwerkende kracht. De heer Baudet betoogde zo net dat de terugwerkende kracht zeer uitzonderlijk is. En hij gaf ook een voorbeeld van als we de snelheid zouden wijzigen op de snelweg. Ik vind het echt belangrijk dat ook hier vandaag, en ook voor de notulen, maar ook voor iedereen die hier vandaag het debat bijwoont, duidelijk is dat terugwerkende kracht een reguliere mogelijkheid is voor de wetgever. Daarmee worden de rechtsgevolgen waarin de wet voorziet gerekend te zijn ingegaan vanaf een eerder moment. Dus de mogelijkheid van terugwerkende kracht is opgenomen in de regels voor de wetgeving. Het is ook nog eens zo, om de zorgen weg te nemen voor zover die ontstaan zijn door de opmerking van de heer Baudet, dat als het belastende regelingen zijn, het behoudens uitzonderlijke gevallen, niet met terugwerkende kracht kan worden toegekend. Dus dat gebeurt niet. Maar het is een hele normale manier van werken. En ik kan u tal van voorbeelden geven van wetten die ook onlangs in deze Kamer zijn aangenomen met terugwerkende kracht. De heer Baudet. Dat is het punt niet. U mist het punt. Het punt is niet dat je wel of geen terugwerkende kracht zou kunnen hebben in een wet. Het punt is dat een wet pas terugwerkende kracht kan hebben als die wet eerst van kracht is geworden. En de hele clue van de wet op het raadgevend referendum is dat het de van krachtwording, dus de inwerkingtreding van een wet, schorst, uitstelt, tijdelijk in de ijskast zet. Dus die terugwerkende kracht van de intrekkingswet, die komt überhaupt niet tot stand, omdat de wet raadgevend referendum, krachtens artikel 8, daar een stokje voor steekt. Dus wat hier gebeurt is staatsrechtelijk vandalisme. Wat hier gebeurt is feitelijk niet anders dan een staatsgreep die gepleegd wordt. De wet, de bestaande procedures, het bestaande recht wordt gewoon terzijde geschoven op een schandelijke manier. Nou, voorzitter, uw Kamer heeft vorige week gevraagd en na enig overleg is daarin bewilligd, en ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben, heeft gevraagd om nog nadere duiding te krijgen van de Raad van State, ook op dit punt. En de Raad van State heeft een voorlichting geschreven waarin ze ook hierover glashelder zijn. Hierin wordt ook gesproken, en het staat onder het kopje, de autonomie van de latere wetgever. En dat is wel een belangrijk uitgangspunt, en dat moet ook de Kamer zich bewust van zijn. Deze wet is geen wet met een juridisch hogere status dan andere wetten. Dus deze Kamer die kan met nieuwe wetgeving, bij wijze van spreken oude wetgeving, overroelen. Dat is precies wat hier gebeurt. De Raad van State had dat al ondersteund. Het kabinet heeft daarvoor de koninklijke weg gekozen. Het met open vizier opschrijven. De intrekkingswet, de niet-referendabiliteit en de terugwerkende kracht om dat juridisch netjes te regelen langs de koninklijke weg. Er worden geen trucs toegepast, het is niet onzorgvuldig, het is transparant en het wordt ondersteund door ons Hoge College van State, die dat ook in dit stuk nogmaals klip en klaar heeft uiteengezet. Dus ik werp echt verre van mij dat het niet zorgvuldig zou zijn of dat het niet conform onze normale werkwijze bij wetgeving zou zijn. Kan de minister specificeren welke zin of welke zinnen in dat advies van de Raad van State dat zij nu aanhaalt, wordt ingegaan op de schorsende werking krachtens artikel 8 WRR? Ja, dat is heel eenvoudig, zeg ik tegen de heer Baudet. Welke zinnen? De artikel 8 van de wet op het raadgevend referendum is niet meer geldig op het moment dat de wetgever, en dus ook uw Kamer, het parlement in zijn totaliteit bekrachtigt door een handtekening en een contrasein, op het moment dat die nieuwe wetgeving van kracht is geworden. Dat is de autonomie van de latere wetgeving een belangrijk uitgangspunt. Tot slot op dit punt. Ja, ik constateer dat de minister niet ingaat op mijn vraag. Het punt is namelijk, ja, het advies van de Raad van State gaat in op het terugwerkende krachtelement van de intrekkingswet. Maar het punt is, die intrekkingswet die kan helemaal niet van kracht worden zolang die niet gepubliceerd is in het Staatsblad, en de publicatie van het Staatsblad in het Staatsblad wordt tegengehouden door artikel 8 van de WRR. Met andere woorden, de redenering van de minister gaat totaal niet in, evenals de redenering van de Raad van State, op het punt dat ik hier nu maak. Nogmaals mijn vraag, waar gaat de Raad van State volgens mevrouw Ollongren in op de schorsende werking van artikel 8 WRR?
De minister. Nou, het antwoord daarop is op bladzijde 5, meneer Baudet. Mevrouw de voorzitter, bedoel ik uiteraard. Ja. Deze die daar betrekking op hebben, dat want het staat er namelijk niet. Dat zou ik kunnen doen, maar ik verwijs de heer Baudet naar pagina 8. Eigenlijk in de eerste, tweede alinea, derde alinea. Het zijn een aantal zinnen en gemakshalve verwijs ik naar de hele bladzijde. En dat advies is ook rondgemaild. Ik heb het heel goed gelezen, mevrouw de voorzitter. En het staat er niet. Het klopt niet wat de minister zegt. Ja, nou ja, het staat er. Nogmaals, ik wil het met alle plezier voorlezen. Maar er staat hier, kenmerkend is... even kijken hoor, dat deze door de in artikel 8 opgenomen procedureverschrift al rechtsgevolgen verbindt aan de wet zodra deze zijn bekrachtigd en dat deze procedureverschriften op het vroegst mogelijk moment worden uitgeschakeld. En daarboven, en dat is misschien nog belangrijker, de tweede alinea op bladzijde 8, onderbouwt deze juridische stelling. De heer Bosma. Voorzitter, als ik even kijk naar de extra voorlichting die wij hebben gekregen van de Raad van State... En ik kijk naar de motivering en het uiteindelijke oordeel van de Raad van State, dan zie ik de daartoe in het wetsvoorstel opgenomen constructie, de afdeling, dus de Raad van State, in juridische zin effectief. Ja. In juridische zin effectief. Dat betekent toch eigenlijk alleen maar van ja, de minister komt ermee weg. Er staat niet van het is waterdicht, er staat niet het is van gewapend beton, het is alleen maar effectief. Voorzitter, ik wil het liefst natuurlijk debatteren over het wetsvoorstel en niet over het advies van de Raad van State, maar de heer Bosma vraagt daarnaar. Ik vind dat de Raad van State op twee punten heel helder maakt. De Raad van State zegt, het is juridisch degelijk in elkaar gezet. Zo interpreteer ik het juridisch effectief zijn. Effectief is iets anders dan degelijk. En de Raad van State, Raad van State blijft terecht weg bij het vraagstuk van het politieke oordeel. Nou, dat lijkt me ook terecht, want dat vragen we niet aan de Raad van State. Het politieke oordeel wordt hier geveld. Dat is logisch. En ze zeggen ook, het is dus geen juridisch debat, maar het is een politiek debat. Nou, dat komt goed uit, want wij zijn van de politiek. Maar als ik hier de minister hoor zeggen van de Raad van State noemt het degelijk. Nee, de Raad van State noemt het helemaal niet degelijk. De Raad van State zegt alleen maar in juridische zin effectief. Dus het voldoet aan zijn doel. Je komt ermee weg, dat is wat er staat. In juridische zin effectief. Het is helemaal niet zo dat de Raad van State, ons hoogste rechtscollege, deze opzet van de minister afzegent en zegt het is prima in orde. Het is alleen maar effectief. De heer Bosma vraagt aan mij een oordeel over de terminologie van de Raad van State, die inderdaad zegt het is juridisch effectief. Ik leg uit dat ik de inmiddels uitvoeriger toelichting van de Raad van State, die eindigt in de kwalificatie juridisch effectief beschouw als een onderbouwing. En sterker nog, de Raad van State zegt, u neemt een aantal maatregelen in het voorstel die juridisch effectief zijn, die de Raad van State ook eigenlijk een betere route vindt dan in het voorstel dat ze ooit in 2002 hebben geschreven. Sterker nog, zij zeggen de procedure die we toen hebben beschreven, namelijk dat je enkel en alleen een beroep kon doen op de spoedprocedure. Daarvan zegt de Raad van State nu, nee, het is eigenlijk beter om het zo te doen. U vraagt mij om een kwalificatie van de term juridisch effectief. Ik heb het genoemd degelijk. Ik heb het genoemd een ondersteuning van de juridische onderbouwing. Maar het uiteindelijke politieke oordeel is uiteraard aan u. Tot slot. Voorzitter, het is niet degelijk. Het is hooguit op effectief. Dat is iets fundamenteel anders. Effectief is, je komt ermee weg. Effectief is, nou ja, het zal wel. Degelijk betekent dat het fundamenteel onderbouwd is. En dat is niet zo. En ik vind het een kwalijke zaak dat de minister van Binnenlandse Zaken zo aan de haal gaat met dit stukje voorlichting van de Raad van State. Nou, maar misschien, voorzitter, mag ik daar dan toch ook op reageren? Want net in het interruptiedebat met de heer Baudet heb ik ook gewezen op het feit dat de Raad van State zegt, denk erom, de autonomie van de latere wetgever geldt. Dat is een belangrijk uitgangspunt en dat geeft de Raad van State in zekere zin ook aan deze Kamer mee. Ze zeggen, dat is een fundamentele democratische verworvenheid. De heer Van Raak. Ik lees het advies toch net even wat anders dan de minister. Als dat nou een degelijke onderbouwing is van haar beleid, dat zag ik er niet in. Ik zie wel dat de Raad van State ermee in zijn maag zit. Dat de minister zegt, we maken een wet die we niet referendabel maken. Terwijl in de wet netjes een lijst staat wat allemaal niet referendabel is. En deze wet staat daar niet bij. En dan heeft de minister een juridische truc bedacht. En dan zegt de Raad van State dat die in juridische zin effectief is. Met andere woorden, de minister komt ermee weg.
Er zijn heel veel andere staatsrechtgeleerden die noemen het juridisch gegoochel. En wat gebeurt er dan? Dan zegt de Raad van State, weet je wat, we laten het lekker aan de Tweede Kamer. En of het wenselijk is dat de intrekkingswet geen referendum kan worden gehouden, is een politieke vraag. Dus ik lees het zo, niet als een degelijke juridische onderbouwing, maar de Raad van State legt de bal terug hier in deze Kamer en zegt van ja, je kan er het ene van vinden, je kan er het andere van vinden. Ja, voorzitter, ik hoor dat de heer Van Raak zijn interpretatie geeft aan het advies van de Raad van State. Voor mij is relevant dat ik gekozen heb voor een onderbouwing, dat heb getoetst. Zoals gebruikelijk bij de Raad van State. De Raad van State al in eerste instantie had betoogd dat dit juridisch effectief was. En ook in tweede instantie nogal uitvoerig heeft betoogd dat het belangrijk is om de autonomie van de latere wetgever te respecteren. En daarmee nog meer zegt dan alleen de juridische effectiviteit die in eerste instantie bij het wetsvoorstel was meegenomen. Dat is een hele algemene opmerking van de Raad van State. En die snap ik. Dat is namelijk heel logisch, anders zou het parlement wel gesloten kunnen worden. Maar als de minister hier in dit parlement in de openbaarheid verklaart dat de Raad van State zegt dat het degelijk is onderbouwd, daar durf ik toch wel ernstige vraagtekens bij te zetten. Ook met het oog op behandeling aan de overkant in de Senaat. Ik denk dat in juridische zin effectief niet te vertalen is met degelijke onderbouwing. Voorzitter, daar gaan wij vanavond niet meer uitkomen. Maar ik denk dat daar in de Senaat, die altijd vinden dat het politieke primaat bij de Tweede Kamer ligt, behalve als het over staatsrecht gaat, dat de minister daar nog een hele klui van krijgt. We zullen het zien, voorzitter. De heer Baudet. Is de minister ervan op de hoogte dat een wet pas in werking treedt als die gepubliceerd is in het Staatsblad? De minister. Voorzitter, ik ben ervan op de hoogte dat wetten in het Staatsblad moeten worden gepubliceerd. Maar ik heb net aan de heer Baudet uitgelegd, althans via de voorzitter, dat er verschillende manieren zijn op het moment van inwerkingtreding te laten ingaan. Er is hier gekozen voor de werking van de terugwerkende kracht. Een van de drie opties die ons voorhanden zijn. En een gangbare manier, alleen al de afgelopen periode zijn er 8 wetten met terugwerkende kracht door uw Kamer goedgekeurd. Mijn vraag gaat niet over terugwerkende kracht. Is de minister ervan op de hoogte dat wetten pas in werking kunnen treden nadat zij zijn gepubliceerd in het Staatsblad? Dat was mijn vraag. Met terugwerkende kracht, inderdaad, ja. Voorzitter. Dus als een wet nog niet in het Staatsblad is gepubliceerd, dan geldt die nog niet. Als er een andere wet is die voorkomt dat een nieuwe wet in het Staatsblad gepubliceerd kan worden, en dat is wat de WRR doet, dan kan de intrekkingswet dus niet in werking treden. Dus die hele terugwerkende kracht komt überhaupt niet in beeld. De minister. Ik heb een aantal malen geprobeerd om de heer Baudet uit te leggen dat terugwerkende kracht een gebruikelijke manier is om wetgeving in te voeren. Dat betekent dat die terugwerkende kracht de wet werking geeft voordat de publicatie in het Staatsblad was. Dat is de hele opzet van de terugwerkende kracht, de redenering van de heer Baudet. Dat op dat moment een andere wet nog geldig is, is onjuist. En hij kan het er niet mee eens zijn, maar juridisch klopt het wat ik zeg. En hij zit er in dat opzicht gewoon naast. Dan geef ik het woord aan de heer Bisschop. Voorzitter, ik was eigenlijk niet van plan om mij in een interruptie te mengen, maar nu wordt die term juridisch effectief naar mijn idee toch wat dikker gemaakt dan het als ijslaagje is. Ik heb me ook verbaasd over die kwalificatie. En volgens mij kan er dan niets anders in gelezen worden dan deze gang van zaken, deze voorgestelde gang van zaken, bereikt het doel wat beoogd wordt. Punt. Dat betekent dus niet dat het een stevige onderbouwing is. En dat betekent dus niet dat het een degelijke juridische onderbouwing is, maar het is een effectieve juridische onderbouwing. En dat is ook tegelijkertijd dan, dat voedt dan mijn bezwaar tegen de keuze die gemaakt is, dat volgens de bestaande wetgeving, en ik wil de minister vragen daar toch nog even op te reflecteren, volgens de bestaande wetgeving mogen de Nederlandse staatsburgers ervan uitgaan dat zij, want ze hebben nog steeds met de tijdelijke wet van het referendum te maken, dat zij het recht hebben om een referendum aan te vragen. Hoe lang hebben de Nederlandse staatsburgers dat recht nog? Als dat wordt afgekapt op het moment dat deze wet
contra zijn heeft? De minister. Het wetsvoorstel voorziet in een overgangsbepaling. Dus als de procedure van de twee etappes al is doorlopen, zijn doorlopen, dan voorziet de wet erin dat dat referendum dan nog wel zal worden gehouden. Dat geldt niet voor eventuele andere initiatieven die nog niet zo voldragen zijn. En juist omdat het de heer Bisschop is die nog vragen stelt, zou ik hem ook willen vragen om nog eens te kijken naar het advies of de voorlichting van de Raad van State dat hij vandaag heeft ontvangen. Want hoewel we natuurlijk van mening kunnen blijven verschillen over de terminologie, juridisch effectief, heeft de Raad van State geen adviezen gegeven om dat juridisch anders te onderbouwen. En in de voorlichting wijst de Raad van State erop dat we eigenlijk nog meer hebben gedaan dan juridisch strikt noodzakelijk was. Want zij zeggen met de terugwerkende kracht. Was eigenlijk de niet-referendabiliteit juridisch eigenlijk al geregeld. En vandaar dat ze zeggen, in het licht van het voorgaande is strikt juridisch gezien opname van artikel 5 overbodig. Vandaar dat ik betoog, het is degelijk zoals we het juridisch hebben onderbouwd. En ik voel me daarin gesteund door de redenering van de Raad van State. De heer Bisschop. Ja, dat staat de minister vrij wat mij betreft. Ik kan dat er niet in lezen en ik heb dat advies van de Raad van State ook grondig tot mij genomen. Ik heb dat meer als pleisters plakken gezien, banden plakken, gaatjes die er zijn, dichtplakken, zodat de band maar weer heel blijft en opgepompt kan blijven. Dat is meer het beeld wat bij mij opdook. Maar nog even op de rechten van de staatsburgers, om daar even op terug te komen. Er is nu een regeling getroffen van als die twee fases doorlopen zijn, dan wel. Ja, maar als er nu in de aanloop naar dit behandeltraject alsnog initiatieven worden genomen om een referendum te houden. Op grond waarvan zou dan op het moment dat een initiatief wordt genomen, dat afgekapt kunnen worden? Dat is dan toch niet een betrouwbare overheid? Nou, op grond van het feit, er zit een overgangsregeling in die naar mijn smaak recht doet aan initiatieven die al zeg maar tot volle wasdom zijn gekomen. Dat hadden we ook niet hoeven doen in een eerder voorstel. Toen het nog ging over de tijdelijke wet op het raadgevend referendum was daar niet voor gekozen. Was er een veel beperktere overgangsregeling gekomen. Dus die is ruim. Maar ik zou de heer Bisschop willen voorhouden dat als de wetgever voornemens is een wet in te trekken, je aan de ene kant natuurlijk rekening moet houden met lopende zaken. Nou, dat gebeurt ook. Maar aan de andere kant het voornemen, mits geaccordeerd door beide kamers, er wel toe leidt dat die mogelijkheid niet meer bestaat. En dat het dan ook wenselijk is om duidelijkheid te geven voor eventuele plannen die er nog zouden zijn om raadgevende referenda aan te vragen. Want het betekent wel dat dat straks niet meer mogelijk is. De heer Bisschop. Voorzitter, en daarmee zegt de minister dus impliciet, nee, expliciet eigenlijk, van dat de inwerkingtreding van deze opschottende wet eigenlijk nu al effectief geworden is. Het lijkt mij sterk. Ja, voorzitter, ik wil natuurlijk niet vooruitlopen op parlementaire behandeling. Hier zijn we nu in de tweede termijn. Ik ga ervan uit dat hier in deze Kamer wel snel gaat, maar daarna is de Eerste Kamer aan zet. En ik wacht rustig af wat voor planning zij hanteren. De heer Baudet, u bent net geweest. Heeft u nog een vraag die is blijven liggen? Ik sta erop dat dit onderwerp grondig wordt besproken, want dit is ontzettend belangrijk. Er wordt hier een quasi-staatsgreep gepleegd en dit moet echt heel duidelijk aan het licht komen. Artikel 88 van de grondwet. Is de minister daarmee bekend? Ik ben bekend met de hele grondwet, meneer Baudet. Nou, dat is best belangrijk. Voorzitter. Artikel 88 luidt dat wetten pas van kracht worden in dit land nadat zij zijn bekendgemaakt. En artikel 3 van de bekendmakingswet bepaalt dat die bekendmaking geschiet via het staatsblad. Met andere woorden, wetten hebben geen geldigheid voordat zij zijn gepubliceerd. Mevrouw Ollongren zei net, het is al vaker gebeurd dat op het moment dat het contrasein is gezet en voordat de wet dus gepubliceerd is, een wet al in werking treedt. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is namelijk fundamenteel onverenigbaar met de allerbazaalste principes van onze rechtsstaat.
Het idee dat mevrouw Ollongren heeft, dat de terugwerkende kracht is, is volstrekt onjuist. Helemaal niet het punt van terugwerkende kracht. Natuurlijk zijn er allerlei wetten met terugwerkende kracht. Dit gaat over wetten die al in werking zouden treden voordat zij in werking zijn getreden. Dat kan niet, dat is ongrondwettelijk, dat is fundamenteel onverenigbaar met onze grondwet en strijdig met artikel 3 van de bekendmakingswet. U heeft uw punt gemaakt en de opmerking over het publiceren in staats... Courant is al een paar keer gemaakt, ook door de heer Jetten volgens mij. Dus ik stel voor dat de minister daar op ingaat en verder gaat. Misschien dan één korte opmerking, toch even voor alle helderheid. Een wet geldt vanaf het moment van inwerkingtreding. Wanneer een wet werkt, is afhankelijk van de gekozen inwerkingstreding. Systematiek, onmiddellijke werking, uitgestelde werking of terugwerkende kracht. En daarmee zeg ik echt helemaal niets bijzonders. Voorzitter, ik meen dat ik de vraag heb beantwoord, maar ik heb natuurlijk nog wel een aantal moties. De eerste motie van de heer Krol, Koemsoeis, die verzoekt de regering het wetsvoorstel intrekkingswet in te trekken en opnieuw de procedure te doorlopen. Dit ziet op de vragen die ik ook zo net heb beantwoord over... Er wel voldoende bekendheid gegeven? Zijn de procedures wel zorgvuldig doorlopen? Het antwoord daarop is ja, dat is gebeurd. Er is een artikel, en ik geloof dat de heer Baudet was die daar vorige week voor het eerst op weet, artikel 26 lid 2 op de wet op de Raad van State, die is nageleefd. En u moet wel weten, en ik vind het wel goed om daar transparant over te zijn, kijk, wat er gebeurt, en dat is dus ook weer de reguliere praktijk bij wetgeving, de stukken worden openbaar gemaakt. Het wordt naar uw kamer gestuurd, alle stukken, wordt ter inzage gelegd. Het wordt ook op de website van de Raad van State gepubliceerd. Dus materieel wordt artikel 26 lid 2 op de Raad van State nageleefd. De jure wordt al sinds 2010 zeer zelden ook door middel van de staatscourant deze bekendmaking gedaan. Dat is, de praktijk is dat we vooral materiële bekendmaking nastreven, toezending aan de Kamer, publicatie op websites. We doen dit soort bekendmakingen nu digitaal. Dat is de staande praktijk. Dat is hier gebeurd. En om die reden ontraad ik deze motie. De tweede motie, ook van de heer Krol, die gaat over de Raad van State. En ik moet zeggen dat de uitstraling van deze motie, die werp ik echt van mij. De suggestie dat de Raad van State niet onafhankelijk zou zijn, daar ben ik het ten principale zeer mee oneens. Er zijn waarborgen in de wet, die zijn gericht op onafhankelijkheid van individuele leden en staatsraden. Dat ziet bijvoorbeeld artikel 2 ziet daarop toe, voor het leven bedoeld. Artikel 5 ziet daarop toe, ze mogen geen betrekkingen of nevenbetrekkingen vervullen die niet met hun onafhankelijkheid stroken. Deze waarborgen, mevrouw de voorzitter, zijn meer dan voldoende. En vandaar dat ik deze motie ook met klem ontraad. De heer Krol. Mevrouw de voorzitter, de motie vraagt uitsluitend om daar extra garanties over af te geven. En ik wil helemaal niet met die motie zeggen dat de huidige procedure niet zou deugen. Ik vraag alleen extra garanties en dat is toch een hele normale vraag. Die extra garanties zijn overbodig. Dat is meer dan voldoende gegarandeerd, voorzitter. De heer Van Raak, het gaat over een motie van de heer Krol. Ja? Dat weet ik, maar ik heb dat toch... Ligt het ook niet een heel klein beetje aan de Raad van State zelf? Hè? De Raad van State heeft in haar laatste jaarverslag ook een heel stuk gewijd aan het referendum. Een wet die toen gewoon door de Tweede en Eerste Kamer was aangenomen, contra zijn. En dan schrijft de Raad van State, die waarschuwt toch dat het referendum, dat mensen zich daardoor steeds meer opdringen, besluitvorming gaat haperen en spreekt zelfs van een geleidelijk dysfunctioneren van de vertegenwoordigende organen. Dat zijn dan hele harde oordelen van de Raad van State over een democratisch principe wat we hebben. En maakt de Raad van State zich op zo'n moment niet onnodig kwetsbaar op een moment dat zij advies moet gaan geven over datzelfde onderwerp? De minister. Nou, voorzitter, dat denk ik niet. De Raad van State die houdt ons zo nu en dan, in ieder geval één keer per jaar, een aantal in hun ogen belangrijke zaken voor. Ik denk dat we blij moeten zijn met een Hoog College van State dat dat doet.
En ik denk dat de, zeg maar de adviserende rol die de Raad van State gewoon heeft op het moment dat er een wetsvoorstel ligt, puur ziet op de advisering over het wetsvoorstel en geheel losstaat van een opvatting die ze daarvoor hebben gegeven in een jaarverslag of anderszins. Net zoals dat het voorstel van het kabinet over de intrekkingswet op het raadgevend referendum ook losstaat van bevindingen of adviezen van de Raad van State daarover. Dan stel ik voor dat u verder gaat. Ja, voorzitter, dan ben ik bij de derde motie van ook weer van de heer Krol. En die vraagt om de intrekkingswet pas naar de Kamer te sturen nadat de staatscommissie zijn opdracht heeft afgerond. Ja, we hebben daar eigenlijk al in de eerste termijn over gesproken. De staatscommissie heeft natuurlijk een brede opdracht. Ja, ik wijs er wel op dat de staatscommissie in haar probleemverkenning, waar we allemaal kennis van hebben kunnen nemen, spreekt over het correctief referendum, hè, als alternatief correctiemechanisme in het wetgevingsproces. Naast andere zaken overigens, ze spreken ook over constitutionele toetsing. Maar het raadgevend referendum als zodanig wordt helemaal niet benoemd door de staatscommissie. En ik zie dus geen reden om te wachten op de staatscommissie. Ik zie wel uit naar het rapport van de staatscommissie. En om die reden, voorzitter, ontraad ik ook motie nummer 3 van de heer Krol. Ja, en dan de laatste motie, die is ingediend. Aan de Kamer. Dat is inderdaad aan de Kamer. Ja, ik begin de heer Baudet net een beetje te leren kennen, maar dit is toch al de tweede keer dat hij zo'n motie indient. Nou, we zullen het afwachten. Voorzitter, dan heb ik alleen nog maar een twee amendement. Ja. Eén amendement, meen ik, want de andere twee amendementen waren, dacht ik, al ingediend. Dat precies. Ja. Dit betreft het amendement van lid Bisschop. Ja. Dat ziet eigenlijk op datgene wat we net in het interruptiedebat ook met elkaar bespraken. Dus met het amendement wil de indiener dat alle wetsvoorstellen die al aanvaard zijn onder de overgangsregeling vallen. Ik heb net betoogd dat er een ruim overgangsregime zit in het wetsvoorstel. Ruimer dan een keer eerder het geval was. En om die reden ontraad ik aanname van dit amendement. Voorzitter, daarmee ben ik aan het einde gekomen van de beantwoording van de vragen en de reacties, de moties en amendementen. Dank u wel. Dank u wel. En daarmee zijn we ook aan het einde, bijna. De heer Jetten. Voorzitter, ik neem aan dat we sowieso vanavond zullen stemmen over de motie van wantrouwen die is ingediend. Er zijn ook morgen stemmingen, omdat die vandaag niet doorgingen vanwege de begrafenis van oud-premier Lubbers. Volgens mij is het debat hier nu volledig afgerond. Weten ook alle fracties exact wat ze gaan stemmen. Dus ik zou willen vragen om de stemmingen over de moties, amendementen en het wetsvoorstel morgen in alle stemmingen mee te nemen. Voorzitter, we hebben vorige week hier de eerste termijn gehad. En toen hebben we een beetje heen en weer gepraat en uiteindelijk heeft de minister ons geholpen. En de afspraak is gewoon dat we donderdag over deze moties en amendementen stemmen. En dat is de afspraak en laten we toch de afspraak laten. Kijk naar wat anderen daarvan vinden. De heer Koopmans. Voorzitter, het was eerder nog niet duidelijk dat we ook morgen een stemmingsgelegenheid zouden hebben. Dus het lijkt mij logisch om die te volgen. En dan sluit ik mij dus aan bij de heer Jet. Ja, heer Kouzou. Voorzitter, kijk, we hebben nu twee momenten gehad waar wij dit debat hebben kunnen voeren. Dit is de tweede termijn. Het is echt stomzinnig als ik nu zie dat de coalitiepartijen per se morgen willen gaan stemmen. Laten we het gewoon op donderdag doen. Een dagje later, dat is toch gun dat op zijn minst aan de oppositie. De heer Van Raak. Ik zou niet weten waarom we nou morgen moeten stemmen als we donderdag hebben afgesproken. Wat dat nou voor het wetgevingsproces of zo, wat dat nou voor belang is. Dus als daar een nadere toelichting kan komen, als mensen een verzoek doen. Ik probeer er al zoveel mogelijk aan tegemoet te komen, maar er moet dan wel een reden zijn. En als er geen reden is, dan doen we het gewoon donderdag. Dan ga ik naar de heer Bisschop. Voorzitter, maar een boven de markt hangende motie van wantrouwen, dat is niet te doen gebruikelijk om die de nacht over te laten. Daar gaat het ook niet over. Alleen nu over die motie van wantrouwen. Ja, de rest kan dan gewoon standaard donderdag lijken wat mij betreft. Even kijken wie stond. De heer Krol. Afspraak is afspraak. We hebben donderdag afgesproken.
Dan moeten we het ook donderdag doen. Nou, is het ook inderdaad over amendementen en moties donderdag stemmen. En motie van wantrouwen, denk ik dat het ook vandaag op zijn plaats is om daar een uitspraak over te doen. Mevrouw Van der Graaf. En nu u zich morgen ook een kans voordoet om te kunnen stemmen, kan de ChristenUnie het voorstel van de heer Jetten steunen. Mevrouw Arissen. Ja, voorzitter, wij hebben in de eerste termijn afgesproken dat wij dus donderdag zouden stemmen over de wet en alle ingediende moties en amendementen. En dat lijkt me ook prima om daar aan vast te houden. De heer Van der Molen. Ja, voorzitter, steun voor het praktische voorstel van de heer Jetten. De heer Baudet. Het is geen praktisch voorstel, het is chantage. Het is schandelijk. We hebben dit afgesproken. Donderdag is de stemming, geen dag eerder. Mevrouw Kuiken. Ja, voorzitter, misschien moeten we nog een derde termijn openen. Want er ontgaat mij een reden waarom we nu opeens morgen zouden moeten stemmen. Dus ik wil graag een nadere duiding, maar ik ga vooralsnog voor donderdag. Dan kijk ik eerst of de heer Jetten wil toelichten waarom hij vindt dat morgen gestemd moet worden. De heer Jetten. Ja, voorzitter, het was gewoon een oprechte vraag van mij, omdat toen we dit vorige week donderdag met elkaar bespraken, we naar mijn idee gewoon op dinsdag stemming hadden zoals we dat altijd hadden. Toen zeiden we, nou, we gaan op dinsdagavond het debat voortzetten. Dus leek het me logisch dat we niet op die dinsdag konden stemmen. We hebben die stemmingen die eigenlijk voor vandaag stonden naar morgen verplaatst. Dus vandaar mijn oprechte vraag. Als we nu toch met z'n allen alles hebben gewisseld, iedereen weet hoe die gaat stemmen op de moties, amendementen en het wetsvoorstel. Wat weerhoudt ons dan om morgen die stemming te doen? Dat was mijn vraag. U houdt ook uw verzoek om morgen te stemmen. Ik kijk even naar de heer Jetten. Als gehoord hebbende. Ja, voorzitter, ik heb geen behoefte om hier een enorme halszaak van te maken. Maar volgens mij is er ook geen enkele reden om het niet morgen al te doen. Voorzitter, dan doe ik graag het verzoek voor een derde termijn. Of het lijkt me gewoon verstandig om te handhaven wat we hadden afgesproken, namelijk donderdag. Voorzitter, dan steun ik het verzoek voor een derde termijn. Ja, dit wordt weer een beetje chaotisch, of tenminste nog niet. Ik geef toch de heer Jetten het woord. Voorzitter, wij hebben volgens mij de afgelopen anderhalve week boeiende debatten gehad, waarbij we steeds hebben geprobeerd om elkaar ook te helpen om dit gewoon op een ordentelijke manier te doen. Als er echt zo'n enorme behoefte is om op donderdag te stemmen, dan stemmen we gewoon op donderdag. Dat lijkt mij een goed voorstel. Nee, de heer Baudet, u heeft het woord niet. Er is nu afgesproken dat wij over het wetsvoorstel, de amendementen en de moties, tenminste behalve uw motie, donderdag gaan stemmen. Maar we gaan, zal ik schorsen voor 5 minuten, dan gaan we stemmen over, ik zie de heer Krol, 10 minuten. Dan schors ik de vergadering voor 10 minuten en dan gaan we stemmen over de motie van de heer Baudet. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.
De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de stemming over...